En dan hadden wij zo'n klein groepje van mensen die toch, ja, ondanks onze jeugdige leeftijd van 20 jaar, toch voelden, dit is niet goed wat hier gebeurt. Hè? En met Duitsland gebeurde, dat wisten we natuurlijk, hè? Nationaal socialisme enzovoort, dat is een levenshouding die niet onze is. Hè? Absoluut niet. En er was dus een protest al tegen het nationaal socialisme en het feit dus dat de nationaal socialisten Nederland veroverd hadden. Ik kon een beetje tekenen en ik tekende dus de stempels die dan weer door een bedrijf in Tilburg gemaakt werden. En die waren correct hoor, die waren goed, die stempels, ja. Het waren de stempels die voor de persoonsbewijzen, dat hebben we stempels gemaakt, hè. En die hebben wij dus hier vervalst. En die waren correct, die waren heel goed, heel goed. Voor de Joden bijvoorbeeld, hè. Die een grote J hadden op hun persoonsbewijs. Maar als ze dan een blanco persoonsbewijs kregen, met andere namen enzovoort, andere geboortedatum enzovoort, en de correcte stempels erop, die waren keurig vervalst. Hè. We werden ja, meestervervalsers geworden bijna. Hè. Dus 15 mensen toch wel mee geholpen, denk ik. Je werd er dan door de Marseillais zelf in Burger. Werden die naar Brussel gebracht met de fiets. Huh? En daar werden ze dus overgedragen dat ze uiteindelijk in Spanje terecht gekomen. En daar waren ze vrij in Spanje.